Ik ben José van Brienen. Ik ben op 15 juni 1965 geboren. Na een korte relatie tussen mijn biologische vader en moeder, begin september 1964, vermoed ik. Ik ben afgestaan, ik ben ter adoptie afgestaan. En ik ben, mijn moeder is tijdens de zwangerschap naar haar oudere zus in Elst gegaan. Ik ben vervolgens geboren in Oosterbeek en ben geadopteerd door een familie in Nijmegen. En daar ben ik ook opgegroeid. En ik zou het ontzettend leuk vinden om dat stukje van mijzelf nog te leren kennen. Want er ontbreekt gewoon iets voor mijn gevoel. Ik wil zo graag weten waar ik vandaan kom, wat mijn achtergrond is. Ik heb zelf een tweeling gekregen. Zit dat ergens in de familie? Er zijn gewoon heel veel dingen die ik nog niet weet en die ik heel graag zou willen delen en weten voor mijn kinderen ook. Ik ben een gegeven terecht gekomen vanwege de op internet. Ik ben gaan googlen. En toen kwam ik inderdaad uit bij de Indische Gemert. En toen zag ik dat er een hele grote groep Indische mensen in Gemert en omstreken woonden. En ik wist dat mijn moeder in Helmond woonde. Daar is zij opgegroeid. Daar woont ze nu niet meer. Maar ze woont nu in Helmond, of in de Gemert ook. Ja. Ja, Facebook. Vorige week dinsdag heb ik het gepost. Ik was helemaal niet zo'n Facebook-iemand. Ik zat er eigenlijk nooit op. Dus ik vond het heel erg spannend om het erop te zetten. Ik voelde me ook heel kwetsbaar daarbij. En ik denk van, nu doe ik het. Ik heb het samen met mijn dochter gedaan. En binnen een uur waren er al 80 gedeelde berichten. En daar was ik ontzettend blij mee. Ik dacht van, ongelooflijk dat er zoveel respons kwam. Niet wetende dat er in de loop van de dagen eigenlijk nog ongeveer 7000 bijkwamen. Ja, dus naar aanleiding van het Facebookbericht kwam ik dus ook in het Eindhovens Dagblad. Daar heb ik een interview gehad vorige week donderdag. Ontzettend spannend, was voor mij natuurlijk ook een eerste keer. En daar heb ik mijn verhaal weer gedaan. En dus op basis daarvan kwamen er weer enkele waardevolle tips binnen die we dus nu aan het uitzoeken zijn. En het Gemerts Dagblad heb ik gestaan en op de website van de Indische Gemert sta ik. En het is gewoon onvoorstelbaar hoeveel respons en reacties je daarop krijgt. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ik zoek in de driehoek Eindhoven, Helmond, Gemert. Ik denk dat het daar moet liggen, omdat ik eigenlijk denk van iemand die in die tijd met de bus reisde, die ging waarschijnlijk een bepaalde afstand, zou dat waarschijnlijk zijn. En plus dat er heel veel Indische mensen hier wonen in deze omgeving. En mijn moeder was Nederlands, maar heeft duidelijk aangegeven dat het een Indische man was. En ik hoop heel erg dat de familie van mijn moeder ook gaat komen met aanwijzingen. Dat moeten gewoon mensen zijn die in die tijd haar kenden en die iets weten. En ik hoop gewoon, ze heeft een zus in Elst, dat weet ik zeker. Daar is ze naartoe verhuisd tijdens de zwangerschap. Dus misschien kan zij wel opstaan en mij hierbij helpen. Want het is echt heel belangrijk om er wat meer over te weten. Nou, de familie van Anne, mijn biologische moeder, die woont in Helmond. Daar is ook opgegroeid. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre ze er allemaal nog zitten, maar ik verwacht dat een groot aantal nog daar zal wonen. Wie wil mij helpen naar de zoektocht naar mijn biologische vader van Indische afkomst, Peter? Ik heb daarvoor een speciaal Gmail-adres aangemaakt. Op zoek naar peter@gmail.com. En alle tips zijn welkom en ik hoop dat er een waardevolle bij zit.